Un nouveau tapis de course révolutionnaire a été installé au centre de formation de Neerpede à Anderlecht. Développée par la NASA, la technologie s'appelle Alter-G car elle altère la gravité et donc permet de courir en se sentant nettement plus léger. Wat heel belangrijk is met dit toestel, dat je dus de mate van impact kan regelen. Dus als je het omhoog zet, heb je meer impact. Ja? En dan hoe minder dat je gaat, hoe minder impact dat je zal hebben. Toch wel, ja. Als je bijvoorbeeld tegen 50% loopt, is het toch al misschien dat je meer aan het springen bent dan aan het lopen eigenlijk. Hier word je minder naar de aarde getrokken. Dus dat is wel makkelijker lopen dan op gewoon zwaartekracht. Ik denk in eerste instantie dat het een enorme toegevoegde waarde biedt aan onze medische staf. Wat dus maakt dat spelers veel sneller kunnen beginnen lopen na bepaalde operaties. En waardoor dat je dus veel sneller de fysieke opbouw kan hervatten. Les meilleurs athlètes du monde et les équipes sportives considèrent l'Alter-G comme un outil de travail novateur qui est en train de changer la façon dont ils s'entraînent, récupèrent ou se renforcent. Anderlecht est par ailleurs le seul club en Belgique à posséder ce genre d'outil. Bijna alle NBA grote ploegen hebben die staan. En in Engeland bijna iedere Premier League ploeg. Als ik de mensen van Alter-G, de heer Bob de Meijer, mag geloven, dan zijn we de enige ploeg in België die het toestel effectief hebben aangekocht om het aan te bieden aan de spelers. En ik denk dat we daar heel fier mogen op zijn, dat we met mensen zoals hen kunnen samenwerken, van hun know-how gebruik maken om spelers, onze spelers beter te maken. Thank you.